En we praten verder over de verkiezingscampagne met lijsttrekkers Jesse Klaver, Emiel Roemer en Lodewijk Asscher. Jesse Klaver, om bij jou te beginnen. We zagen je bij Eén Vandaag en daar waarschuw je eigenlijk voor Alexander Pechtold, voor D66. Stem niet op hun. Nou, wat ik aangeef, eigenlijk de keuze is aan de kiezer morgen. Ik heb deze campagne al een aantal keer gevraagd, niet om de VVD uit te sluiten, maar wel om je voorkeur uit te spreken voor een progressief kabinet met de heren zoals ze hier zitten. En dat wilde die niet doen. En ik zag hem ook bij jullie hier aan tafel lonken naar de VVD. En het lijkt mij een heel slecht idee als we straks een rechtskabinet zouden hebben. En je ziet dat GroenLinks nu een sleutelrol kan spelen in die formatie. Naarmate we nog groter zijn morgen bij de verkiezingsuitslag, kunnen we ook voorkomen dat zo'n kabinet er komt. En ik hoop met Alexander te kunnen samenwerken, ook om een links-progressief kabinet mogelijk. Hij zal het gevoel hebben dat u al zijn zetels probeert leeg te roven of weg te roven. Ik vertel waar ik voor sta en ik probeer te schetsen hoe ik het speelveld zie. En uiteindelijk is het morgen aan de kiezer om de keuze te maken. Als het andersom was geweest, had u dat zuur gevonden van hem? Nee, volgens mij doet hij dat de hele tijd al. Namelijk schetsen waar wij voor staan, dat doet hij soms op inhoud, soms op strategische argumenten. En dat ook de collega's tegenover mij. Ben je gelukkig uit het debat gekomen? Zeker. Want u bent boos uit het debat gekomen. Hoezo? Dacht ik. Waarom? Nou, ik zag, we hadden het over u hiervoor, net voordat u kon aanschuiven. En wij zagen tot onze, ik denk, blijde verrassing, een hele gepassioneerde Lodewijk Asscher, die ook nog zijn stem ging verheffen. Iets wat ik u eigenlijk nog niet heb zien doen. En het zag er naar uit dat u zo kwaad was dat u Lodewijk Asscher 2.0 werd. Oh jee. Moet maar zo het zeggen. Nou, weet je, goede zin. Ik ben al 4,5 jaar minister van Integratie. En in al die jaren heeft Geert Wilders nooit met mij debat willen voeren. Dus ik vond het wel een mooi moment om één keer het op te nemen voor al die mensen die iedere keer maar beledigd en beschimpt worden door hem. En ja, dat gaat dan wel met passie. Dus 4 jaar emotie opgekropt en dat kon er dan uit een... Ja, want weet je, het is zo makkelijk wat hij doet. Hij beschrijft een probleem, hij beschrijft wat er in Rotterdam gebeurt. En hij plakt het op allemaal mensen die gewoon iedere dag hun werk hard doen voor Nederland. En die hebben het gevoel dat er nooit eens iemand het voor ze opneemt. Dus toen ik eindelijk een keer kon, wilde ik ook wel wat terugzeggen tegen hem. Was u ook misschien boos over het feit dat hij u confronteerde met het feit dat een slogan die u gebruikte eigenlijk van Denk was? Nou, die is niet van Denk. Nederland is van ons allemaal. Is best Kijk, wel gewoon taalgebruik. Ja, ja, wel, maar er goed, zit geen patent op, maar... Lijst 14, jouw stem. Nederland is van ons allemaal. Ik weet het, maar goede dingen worden vaker gekopieerd. Dat maakt mij niks uit. Maar wist u het? Ja, tuurlijk. Ik wist, Geert gaat altijd beginnen met ontregelen. Nee, maar wist u dat u zelf aan de haal ging met een slogan van een ander? Nee, het is niet van een ander. Nou, staat, wij gebruiken die slogan. Ons bij hun programma op. Werd al gepresenteerd, toen gebruikten we dezelfde slogan. Ik wist, Geert gaat of daarover beginnen, of over Job Cohen of wat dan ook. Ja. Dat doet hij altijd. Ja. Maar dan kan ik hem vervolgens aanspreken op het feit dat hij altijd mensen beschuldigt van dingen die ze niet gedaan hebben. Dat hij mensen verdacht maakt. Dus ja, ik vond dat een heel belangrijk debat. Dus ik was niet boos. Ik was wel gepassioneerd. Nou, ik geloof dat het geluid is ons zwak. Luister niet mee vandaag. Ja. Maar weet je wat, laten we even kijken naar hoe dat eruit zag met Wilders. Onder mijn zin. Ja. Ik zou u willen vragen, gaat het goed met u? Zeer, dank u wel. Ja, u komt hier met een stelling die het verkiezingsprogramma slogan is van de heer Kuzu, die hier vanavond niet aanwezig is. Dus mag ik vragen, praat u namens de restanten van de Partij van de Arbeid of namens Kuzu? En u heeft zich vergist, meneer Asscher. Het is geen tuig, het is uw tuig. U heeft ze binnengelaten, u heeft ze opgevoed, u heeft ze toegestaan dat ze met eigen identiteit opgroeiden, die Turken nou, en Asscher-Turken. Zo is het genoeg. Ja. Ja. Eigenlijk ook laten zien wat ik daarna tegen hem zeg. Ja. Want vervolgens spreek ik hem op aan dat de verpleegkundige in het ziekenhuis met hoofddoek, die ons liefdevol verzorgt, het niet verdient om zo door hem beschimpt te worden. Dat de voetbaltrainer, de leraar op het mbo, de burgemeester, dat de orde hersteld is in Rotterdam door iemand die van hem geen burgemeester had mogen worden, omdat hij een dubbel paspoort heeft. En dan zie je Geert ook even denken van, oh ja, dat is ook waar. Dus dit is nou een debat waar het om gaat. Een ideologische keuze voor Nederland. Zijn inktzwarte beeld van het gaat allemaal mis en we gaan er allemaal aan. En Nederland is van ons is heel klein. Er zit eigenlijk alleen maar Geert Wilders in zijn stierlijke eentje. En mijn verhaal, nee, het is echt van ons allemaal. En daar moeten we voor durven kiezen. Ja, want je... hier zit links Nederland aan tafel, vertegenwoordigd door 3 politici. En met elkaar heeft u volgens de stemwijzer, de gemiddelde van al die peilingen, 43 zetels, geloof ik nu. Hoe komt het dat links zo weinig populair is, meneer Roemer? Ja, als we het hadden geweten, hadden we nu op 140 gestaan. Ja, maar toch een wat serieuzer antwoord dan dat. Zeker. Kijk, de afgelopen jaren is het in heel Europa vooral een enorme crisissfeer geweest. En in tijden van crisis zie je dat mensen enorm vasthouden aan zekerheden of dingen vasthouden. En je ziet in heel Europa dat mensen zich dan, om welke reden dan ook, heel erg aan rechts verknocht raken.
En aan ons om het aan te tonen. Dus als het slecht gaat, houden mensen dan... Dat zie je heel vaak in tijden van crisis, dat mensen dan over het algemeen heel erg naar rechts neigen. Aan ons is het echter om voor met name dat vertrouwen te herwinnen. En ik zeg er ook nog eens een keer bij, de afgelopen jaren hebben heel veel mensen aan een linkse partij het vertrouwen gegeven dat het vooruit zou gaan, dat ze met name in crisistijd dat links dan voor ze op zou komen. En dat is niet goed uitgepakt. De Partij van de Arbeid is gaan regeren samen met de VVD. En met name op die onderwerp waar heel veel mensen hun hoop op links hadden gevestigd, is het gewoon achtergebleven. En zie je de enorme bezuinigingen en enorme werkloosheid. Maar de mensen zijn ook niet. A, zegt u dus, als het slecht gaat, dan ben je kennelijk als burger beter uit bij rechts dan bij links. Want dan blijf je daar. Je ziet dat vaak een reactie is door heel Europa. En ze vliegen in ieder geval niet naar de SP. Want het is ook niet zo dat er nou bij u heel veel is bijgekomen. Dat zien we woensdag overigens. Ja? Ik heb geen glazen bol. En u verwijt het eigenlijk, Lodewijk Asscher, die naast u zit? Het zijn een heleboel dingen bij elkaar. En het is aan ons om de komende jaren echt te gaan bewijzen dat willen de mensen echt een sociale samenleving krijgen, dat we dat gezamenlijk moeten optrekken en dat we dat moeten doen met een rechtse neoliberale beleid. Daarom zijn we ook zo stellig dat dat niet gaat met de VVD. Al zouden we hier met z'n drieën optrekken en we zouden nog de VVD erbij zetten, dan zul je zien dat op heel veel terreinen je zoveel moet inleveren weer richting diezelfde VVD, wat we de afgelopen jaren gezien hebben, wat dus niet kan. Ik zit iets optimistischer in. Kijk, uiteindelijk is er geen meerderheid in Nederland op dit moment voor een knetterrechts kabinet. En ik denk, en het klinkt heel raar, omdat we het voortdurend hebben gehad over het gaat goed met rechts. We zagen net Wilders. Die gaat alleen maar naar beneden in de peilingen. Ik vond het debat met Gert-Jan Segers tussen Gert-Jan Segers en Wilders ook heel opvallend. Hij was geen schim van zichzelf, zou ik willen zeggen. Net als in het debat met Lodewijk Asscher. Maar rechts heeft ook geen meerderheid. Dus je gaat iets heel interessants krijgen. Het totale politieke speelveld is versplinterd. En dat betekent dat het zoeken naar coalities heel lastig zal worden. En dat ik denk dat het centrum-links kabinet met christendemocratische partijen of met de ChristenUnie, dat veel meer in de reden ligt dan een kabinet over rechts. Want rechts heeft geen meerderheid. Zijn dit gewillige coalitiepartners? Ik even naar de zijkant. Zijn het gewillige coalitiepartners die hier aanschuiven? Wij luisteren vriendelijk toe. Van een afstandje. Ik wil daar één ding... Eerst maar verkiezingen, zou ik zeggen. En dan kan je pas echt kijken wat er allemaal mogelijk is. Oké, Lodewijk Asscher, wat wou je zeggen? Ik zou daar wel voor willen gaan. Ik zou het wel mooi vinden, een kabinet met de partijen die er nu zijn. En misschien met de CDA erbij. Tot nu toe zegt Buma alleen maar nee. Maar dan gaat u het steeds ook niet meer redden. Wat zegt u? Dan gaat u het ook niet meer redden. Met Buma erbij. Ja, dan komt u op 63 uit. Maar zullen we even de kiezer ook nog aan het woord laten? Jawel, maar als we even toch de peiling wijzen, dus alle gemiddelde van al die peilingen, dan gaat u het nog niet redden. Kijk, wat je dadelijk gaat krijgen is dat je na de verkiezingen, dan ga je tellen. Niet voor de verkiezingen. Ja. Woensdag is de uitslag. Woensdag krijgen we wat is er mogelijk. Het is heel logisch dat ik zeg, ik wil echt dat het de komende jaren echt anders gaat. Nou, dat kan niet met het beleid van de VVD. Dus wil ik in een kabinet zitten met de SP zonder de VVD. Hoeveel partijen we nodig hebben, ik hoop zo weinig mogelijk. Als het er meer moet worden, dan worden de onderhandelingen steeds moeilijker. Ja. Maar bij mij gaat de deur wel dicht. Ik ga niet in de rechtse polonaise meelopen om het beleid van de afgelopen jaren te doen. En dat is wat ik bij anderen nog steeds mis. Maar ik hoop oprecht dat partijen in het midden, dat die geen meerderheid gaan halen met de VVD. Ja, maar anders krijg je gewoon hetzelfde beleid als de afgelopen jaren. Ik zag op een gegeven moment een interview met jou, Emiel, in het FD, waarin je zei, de SP staat slecht in de peilingen door de PvdA. Dat vind ik op zich prima om de schuld van dingen te krijgen. Dat gebeurt wel vaker. Ja. Maar dat vond ik nou niet zo sterk. Dus volgens mij moet je vooral kijken naar wat je zelf wil bereiken. En dan met zoveel mogelijk partijen. Hij wil niet in de rechtse polonaise meelopen. Volgens mij niemand wil in de rechtse polonaise meelopen. Uiteindelijk, dat wil Jesse niet. Er is volgens mij, we hebben een hele mooie campagne voor. Dit is de laatste avond voor de verkiezingen. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, hoe staat links er nou precies voor? Ik ben er eigenlijk heel erg hoopvol over. GroenLinks doet het heel goed. Links als geheel. Ik zou willen dat er nog meer zetels waren. Maar ik zie, uiteindelijk gaat het erover hoe kan je straks komen tot de coalitie die verandering in Nederland mogelijk maakt. Dat kunnen we pas na morgenavond besluiten. Maar ik ben niet pessimistisch over wat er gebeurt met links in Nederland. We hebben zoveel mensen in beweging kunnen krijgen met onze campagne. Er broeit iets. En dit is pas het begin. Ik denk dat deze verkiezingen het omslagpunt zullen zijn in Nederland. De meest genoemde combinatie is toch, sorry dat ik daar toch nog even op doorga, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Ja. Omarmt u die? Nee, ik hoop dat er namelijk ook een linkse variant mogelijk is en dat dat niet nodig is. En dan kiezen wij voor een links-centrum-linkse variant. Ik wil graag Nederland verandering geven. En dat kan met onze plannen, maar dat kunnen we niet alleen. En ik denk dat dat het beste gaat als je met linkse partijen... U omarmt het niet, maar wijst u het ook af? Als er een linkse variant mogelijk is, dan wijs ik het af, ja. Waar is Dolf? Onze lieve Dolf. Oh, daar ben je, schat. Dolf, kom erbij!